Hoe gaan wij doen aan kinderpostregels? Nee, maar dadelijk springt hij eruit, jongens. I don't want the rabbit. No, my boy, Mr. Man, eat it. You'll enjoy it. Ze komen Pepijn eindelijk halen. Pepijn! In het begin was het. Nee, dit ben Jezus. Pepijn, ze komen je halen. Today we got on the lot this amazing rabbit. We let the bidding go. Number 1, number 2, number 3. Number 5, number 6, number 7, number 8, number 9. Number 1, number 2, number 2. Number 1, number 2, 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 number Oh, waarom bestaat deze vlog? Ik kan het ook wel vertellen hoor, maar leuk is het. Hoe zei jij het goed in vertellen? Ik denk dat deze vlog pest met de phone. Letterlijk, er zit een konijn onder de slot. Er zit een konijn, het konijn rent nu de tuin in. En welke is het? Gewoon de ogen? Kom maar, mooi. Yeah. Oh, het zijn ze allebei! Ah! Here we see. Here we see. Pippin the Rabbit Hunter. Whoa, what the fuck, that guy just fucking... Jongens, stop met mijn huis op te eten. Oké. We zijn vandaag bij Casa Joel. La Casa Dito. Met z'n tweetjes. En vandaag gaan we iets doen. Vandaag gaan we namelijk meedoen met de Remons Quiz. Dus we doen vandaag mee met de Remons Quiz. Vandaag gaan we namelijk meedoen met de Remons Quiz. We gaan dus meedoen met de Remons Quiz vandaag. We gaan meedoen met de Remons Quiz vandaag! Dat wil zeggen dat we zeg maar door heel de stad moeten gaan fietsen om de stoelendans te doen op het Münsterplein en dat soort dingen. Copyright! Ja, maar we kunnen begonnen gewoon heel lief vragen of we hem ook gebruiken. Stop ermee. Broeder, wij zijn al klaar. Heb je een massage? Zeg niet als je het heel moet er daar eigenlijk niet is, nu zijn, zeg maar. Om 7 te passen. Oh, oeps. Ja, het ligt daar. Maar ik moet niet als jij meezegt. Ik heb 20. Kijk even naar de prijs. Gratis! Je gaat nu nog even... Shake of fries hebben ze weer. Ja, dat doe ik wel. Wat? Wat? Zee? Moet je alsjeblieft ook zo mee? Ozaaie met zijn McChicken. Ik wil mijn engelpak. Ja, man. En we gaan dus naar het arresthuis, want wat moeten we daar doen? Het quizboek ophalen. Prachtig. Ik kan ook heel teleurgesteld zijn, hè, dat er straks helemaal niks is. Dat oh. Ook nog. Oh jee. We gaan zo naar binnen om half. Om half gaan we naar binnen. 5, 4, 3, 2, 1. Ik weet niet of niet de 1 is half 6. Ze zeiden om half, wat zeiden ze? Wat zeiden ze? Om half 6 bij het arresthuis. In het spel. Ah. Ik wil gewoon naar binnen gaan, wat ze me zegt. Nee. Oké, maar waar zijn we nou naar op zoek? Antwoorden op vragen, dat is wat een quiz is. Ja. Oké, we moeten allemaal vragen beantwoorden. Het is vet moeilijk. Als ik een meid ondertussen... was, had ik ook Ozaaie geheten, maar Ozaaie voor de win. En hoe ga je dat zeggen? Er moet ook wel iets met een hobby of iets toch in? Mijn hobby is... Zoiets als... smoothie. Ik kom hier verrassend goed in. Ben ik afgevallen? Of iets als... Kijk, we zijn deze aan het maken. De mond laten moeten we filmen. Ja, kijk. Even die lineaal vast houden hier, dat we zien dat 8 centimeter. Ja, echt zo. Dat is 8 centimeter, ja? Dus zie ik. We maken een foto van sowieso. We moeten dus een USB-stick ophalen. Maar het ding is, dus dat is bij een of ander kerkje. En er zijn al meer mensen. Maar we weten precies niet waar. Dus we zijn een beetje in de omgeving aan het kijken. Maar ja, het lukt niet echt. Het is al wat minuten later en we zijn nog steeds aan het zoeken. We zijn ook op meerdere locaties aan het checken. Er zijn een paar populaire plekken waar mensen al een poosje aan te wachten, maar ja, tot zover nog niks. Je had zoveel verschillende gesprekken. Ja, je bent natuurlijk aan meeluisteren. De ene zegt dit, de ene zegt dat, daar, dus, zo, dan, zo laat. Ik weet het gewoon niet meer. Iedereen is aan het bellen en aan het overleggen van nee, we moeten daar zijn en nee, combinaties en als dit of dat of out of the box denken. Ja. Ik weet het niet meer. Kijk.
sorry, in de weg. Hij heeft hem al, dus het is niet meer nodig. Maar het was dus bovenop bij de Jumbo. Op de parkeergarage, zeg maar. En je zegt, mensen zeggen ook, ja, dus boven is niks. Dus ze zijn echt gewoon aan het saboteren, maar dat is echt de hele tijd. Echt gemeen gewoon, echt gemeen. Rustig. Kijk dan, we hebben hem, doen we erin. Doe het. Oké, we hebben een snor. Of de walrussnor. We hebben. De walrussnor is zeg maar. Ja, dat is met snor. En dan. Ja. Dus die is best. Of de Fumanchu, dat is. We zijn bij de AC en we moeten een brief inleveren. Yo, Ozaya is er ook weer. Ik ga man weer vloggen, man, ze kent zo'n knol of zo. Ja. Dus denken wij een kaart. Ja. Ik heb overal zo chaos en kijk, deze hebben wij gemaakt. Ik ben echt trots hierop. Dit is ziek. Goed. Ruud. Dit is al hier voorbij. Dit is snel gegaan. Dus... We krijgen nog een nightvlog. Ja? Oh, ja, want we zijn nog niet klaar. Want morgen gaan we ook nog wat leuks doen, maar dat zien jullie dan wel. Hallo, wat is dit? Ozaya, we nemen Ozaya. Ozaya weet niet wat. Zou ik kijken? Even kijken wat Ozaya neemt. Le fris en frais, le boisson. Ozaya weet het nog niet. Je hebt toch geen hele menu, dacht ik echt. Je hebt al McDonald's gehad. Mag ik iets? Ik had toen maar kipnuggets. Maar kipnuggets. Geef mij ook een hapje dan. Ja, oké. Okay. Wil je frietjes? Ik had frietjes voor je. Wil jij dat doen? Ja? Echt? Ja? Echt? Oké. Okay. Oh. Jongen, voor de tweede keer Mac. Hallo. Soms heb je van die momenten. Oké. Okay. Yo, kom eens uit die lamp. Kom eens uit die lamp, jongen. Doe mijn lichtje. We zitten bij ons thuis. Nog steeds met de snor. Ik zie door die andere zusjes. Ja. Mijn snor is echt vreemd. Ja, je hebt echt zo'n jongensnor. Ja, echt een jongen. Die is ook half gefeed. Deze is ook niet van mij, is ook scheef. Hoe zou ik scheef, maar niet zo uit gefeed is wel. Een boeien. Wow, is cooking. Jongen, ga door. Je hebt echt een talentje wel, hoor. What the? Oké, laat me eens rappen dan. Ik ga niet rappen, man. Dat vind ik echt kut. Kijk hem dan. What the? Ik heb gewoon gewonnen. Mario wint altijd. We zijn alweer wakker geworden. Ja, ik heb echt gewoon niet meer gefilmd, sorry. Maar ja, alles is nog oké. Okay. We leven nog. Oh, kijk dan. Lekker. Oké, doen we hem op de bocht. Eens kijken of het lukt. Perfect. Kijk dan. Gewoon een zirkel. Ik weet niet wat deze man aan het doen is, maar... Gaat het lekker zijn? Nee. Nee. Misschien wel, hè. Er is een kans dat het wel lekker is. Nou, we gaan er weer vandoor naar de trein. Want we moeten nu naar Sittard. Eerst naar mijn ofzo. Oh ja, eerst naar jou ofzo. Nou, we hebben de spullen even bij Pepijn erop. En we moeten nu echt rennen naar het station. Want over 10 minuten gaat onze trein. En ons weer iets laat komen. Ik zie uit dat de zonnebril is, man. Oh, zijn lekker leuk. Boy, today is the day. What? Oh. Today is the day. Zullen we er ook allemaal een beetje flexen uit? Ja, maar kijk. Hij heeft bloesje aan, hè? Hey! Kijk, dus gisteren hebben we gequizd, maar wat gaan we vandaag doen? Vandaag gaan wij naar Kunstbende. En Kunstbende is door heel Nederland iets, maar wij gaan specifiek naar Kunstbende Limburg. Want Limburg is gewoon cool. Oh, daar komt ons te gaan. En we gaan dus onze film laten zien. We gaan ons filmpje laten zien, ja. Ja. Dit is een seconde van de film. Zoek! Pepijn, nee. Oh, nee. Beeld.
Hey Joël, ik heb iets voor jou als je voor veel te hebt. Ik hoor nu dat op mijn hand staat SpongeBob. Nu tik ik hem dan zo vanaf. Oeh, kan dit een CapCut, denk je? Kan CapCut het raam? Waarom ook weer hier? Vote nu in de comments. 1, 2 of 3. De lijnen zijn geopend. Wel op 0 zetten. Ik voel deze wel. Hij is wel fijn. Ja. SMS blauw naar Kievo. Groot Joelfeest. We zijn er bijna, jongens. En ja. Nou, we zitten in onze eigen café. Welkom bij MTV Cribs. We hebben onze eigen kweekkamer. Let me show you. This is the door. This is the wall. This is the mirror. Where you can see yourself. This is the crib. Wat fuck stoer is het? Niet. Yeah! Oh. We hebben een brief. We hebben een brief van de koning. Wat staat erin? Los Box Media. Dat zijn wij. Nou ja, jij bent Ozaaier en Heijer, dus dat klopt. Dat zijn wij. Ik ben Ozaaier en Heijer. Toi, 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 yo, we krijgen gratis geld van de Rabobank. Nee. Jammer. Wat dit? Hotpot Media. Wat dit? Hotpot Media. 14,50 zijn wij, jongens. Dendron Media. Er zijn maar drie filmen. Er zijn maar drie mensen met film. We zijn als laatste. Ik ga Dendron Media opzoeken op Instagram. De antwoord. Yo! Met ik ga je met vragen naar binnen. En heb je alleen maar meer vragen aan het eind. Ah! waar zitten wij? Waar wij zitten? Wij zitten op dit moment in een zaal. De zaal is gekenmerkt door het feit dat er verschillende stukken wat plat was. Er is hier nog papier van mij. Hey, dikke. Wow. Ja, ga door. Een snoepje! We zijn echt bij wat dingen gaan kijken. Bij dans zijn we gaan kijken. En nog bij taal. Hartstikke leuk. En nu, wat ook cool. Volgens mij hebben echt, iedereen moet echt kleedkamers delen. Maar wij hebben gewoon... Ja, wij hebben gewoon onze privé kleedkamer. Mooi, joh. Zo ben ik minder... Oh, dit is beter. Het pijn is als je er zit op. Crazy? I was crazy once. They locked me in a room with rats. A rubber room with rats. Okay, komt ie. Hoe heet de vrouw van Messi? Dat is een bel. Wat? De vrouw van Messi is Goed zien, Sammy. Wat dit? Wat is de situatie momenteel? Wat is de situatie is momenteel... Ah. Nee, wordt er opgehaald? De situatie is momenteel dat we niet weten waar de andere deelnemers zijn. Dus dit is of de makkelijkste deel in de story. Omdat we de enigste zijn. Nou ja. Eigenlijk is de film die jullie dadelijk gaan zien... is een beetje gericht op de doelgroep die we hier... vooral even zitten, dat zijn de jongeren. We denken namelijk allemaal dat het altijd goed gaat met jongeren, maar dat is niet zo. Dus dat is iets wat je gaat zien. Het is een film, daar ga je in met vragen en je komt dan hopelijk ook uit met vragen. Ik denk dat we er niet heel veel meer aan toe moeten roepen. Dan gaan we kijken naar, hoe heet de film? Ja, hij heet puntje. Het is een tweedaagse actie, exclusief de edit. Nee, maar dat is inderdaad... Ik ben het gewoon een keer, denk ik. Dat is wel heel knap. We hebben inderdaad ook, maar iedereen doet van alles, we schrijven alle drie, we zitten alle drie wel echt in dat filmbeeld zoals we leuk vinden, dus we doen echt alles. Ja, nog een beetje als toevoeging daarop natuurlijk, Joël is de hoofdpersoon in het verhaal. Die was ook de hoofdpersoon in het origineel, dus dat wouden we graag zo hebben. En het ding is, we voegen alle drie, ja, weet je, het stapelen we zeg maar echt gewoon wel goed op elkaar, we weten elkaar echt wel. Als ik iets heb, dan weet hij dat weer iets op te bouwen, maar dan weet Pepijn dat ook weer tegen te houden. Van, misschien gaat dat weer net te ver, misschien moeten we hem terughouden tot hier. Dus ja,
Zeg maar, het is goed. Ja, we gaan nu naar twee jongens links, hoe jullie daarvoor voorbereid hebben. Ik zeg dat bij terugkomende film. Ja, hoe doe je dat? Hoe bereid je je voor op zo'n rol? Ja, ik heb natuurlijk niet een hele grote rol, maar ik kijk, denk eerst even wat zou kunnen zeggen, wat zo'n tekst kunnen zijn. En dan voel ik dat gewoon uit en dan vraag ik, zou dit werken, zou dit werken? En dan kan dan zijn, of moet je wel, dan zeggen, misschien moet je dit doen, misschien moet je dat iets anders doen. Dat is heel fijn. Dankjewel, man. Losbox Media, geef ze een applaus. Jongens, ik heb het niet heel veel gekeken. Veel best eruit, zeg maar. Even zwin. Je bent nu in de spiegel te zien op de vlog, dus kijk de spiegel. De film ging goed, het was leuk om te zien. Het was leuk om de... Pepijn, Jasper, je staat in de shot. Jasper! Ja, ik loop toch aan. De film is gedraaid, het is leuk om te zien, we hebben goede vragen gekregen. Ik denk op zich wel dat we kans hebben. Tonight on Top Gear, Hammond drives a fucking Chevy. Clarkson fucking dies, and May flies in a Ford Mustang. Clarkson! Dit is de minste op dit moment. Ja, ik ben heel erg. Waar kan ik nog switchen van kanaal? Wat voor jou... Nee, alleen harder en zachter doen. Dan kan je meeluisteren, dat is wel geinig. Oké, oké, hop! Dit is een jonge ballen met de Filipijn. Je hele carrière naar de Filistijnen. Ik denk dat het tijd is dat we de game bevrijden. Want die verdienen net zo hard als de Palestijnen. Nog breed door zit de maan schijnen. Nieuwe crisisjeur ziet je baan verdwijnen. Toch geven we subsidies aan bedrijven. Maar ze fokken alsof we liever gaan. Hey, ik heb het spel. Ik heb het spel. Shrek op DVD! Oh, Zaya. Waarom zijn we in de Albert Heijn? Luister. Mens, een van de menselijke behoeftes is het vinden van consumpties. Ja, ja. Wat wij dan doen is proviant, et cetera, inslaan. En dan gebruiken wij die proviant om onze honger te stillen. Maar honger hebben wij niet. Kindjes in Afrika, die hebben pas honger. In Zimbabwe. Zimbabwe. Mozambique. En in... Oost-Afrika. Oost-Afrika. En in Somalië. En in de West-Oost-Indische Compagnie. Pam! Bam. Of Verenigde Oost-Indische Compagnie. Precies. Bro gaat even een broodje bouwen. Ja, of course. Lekker brietje erbij. Lekker. Ik kreeg een papieren spork. Fuck de schildpadden. Geen dressing of zo, geen rucola, geen honing, geen... Nee, gewoon brie. Maar dan moet je er ook bij, alleen... Yeah, lekker! Lekker broodjes doen, lekker zo. Oké, dit is mijn preview. Goeie broer. Lekker, doen we het voor. De hulpgroepen zijn gearriveerd. Namelijk? A.k.a. Marcel. A.k.a. mijn vader. Wow. A.k.a. zonder bril. Ja. Ja man. Doe me even. Via de groep zijn uit. Ik ga niet aan. Niet te veel. Dan heb ik het wel. Dit is Martijn op zondag. Yo, ben jij Tom Cruise van Top Gun? Nee, Tom Martijn. Martijn Cruise. Nice. Maar Tom Cruise. Kijk, we hebben foto's. We hebben foto's. Laten zien. Wauw. Deze gaat bij mijn kopie van Shrek. Ja. Oeh, spannend. Oeh, de prijsuitreiking. Prijsuitreiking. Ja, niet huilen. Dit komt echt goed, denk ik. Oh, ik vind het zo spannend. Ja. Ja. Bij Limburg als content creator en medeliefhebber van de Franse chanson, Bas Opgenoord. Het is net alsof ik binnengekomen ben, nou, terwijl ik daar een prijs moet uitdragen. Goed, het is tijd voor by far de leukste categorie. Daar komen we met die film! Houden we ons niet lang in de spanning, vertel. Relevant maatschappelijk
thema dat sterk in beeld is gebracht. Technisch en inhoudelijk erg goed, dus een voluit briljant wordt gespeeld. Een zeer geslaagde teamwerk. De winnaar is Los Yo, update, wat is er gebeurd? We hebben gewonnen. Ja, we hebben een klein beetje heel hard gewonnen. We hebben een klein beetje ontzettend hard gewonnen. Fijn, laat het dan zien. Laat het dan zien. Bocht zien! Het is het puur beeld. Oké, we hebben gewonnen. Yo! Ozai, vertel even het verhaal toen we naar jouw gilde prijsuitreiking gingen. Het ding is, ik ben dus ook genomineerd voor Gilde Top Talent 2023. Daar kon je ook een prijs winnen en ik heb die niet gewonnen, helaas. Och. Alleen toen zei ik in de auto tegen Joël, Joël? Kijk, hè, wacht. Ik zeg Joël, maar die moeten we kunst met het ja, die moeten we wel. En we fucking did. We did it. Wil jij nog iets zeggen? Wil jij nog wat zeggen? Nee. Goed, spreek de haters toe, die zeiden dat je het niet kon. Kijk dan! Kijk dan! Maar ik vind het een zombiefeest. Nee. Je vindt het zo. Ik wil op het moment dat Pepijn dat zegt, even een flashback naar die short, hè? Oh, echt. Dit duurt echt 5 jaar om te editen, maar oké. Ik wil dat je hem overmorgen af hebt. Je moet ook nog die SpongeBob aan het Als hij er niet in zit, mag je niet mee naar Amsterdam. Neem mijn oma mee. Oké, bij deze ook meteen de speech die Ozai eigenlijk zou doen. Als we zouden winnen, maar we kregen geen speech, want tijd hè. Yes. Ik vind dat wij, wat wij hebben neergezet vandaag, niet alleen voor ons, maar ook voor ons allemaal, voor iedereen die film, dans, expo, theater, wat dan ook gedaan heeft. Ik vind dat we iets neer hebben gezet dat super fucking awesome is. Ik vind het super fucking awesome dat dit kan. Maar denk ook aan de jongeren, dat is precies waar dit om gaat. Wauw. Wauw. En dan, wat zouden we dan zeggen? Iedereen vroeg zich af wat we zouden doen. But I guess we'll never know. We zijn terug in Romani. De trein is door treinen. Ziek, we zijn even de winst zo erg aan het vieren. Viering de winst. Ja, en Jasper is er ook. Jasper is er toevallig ook. Boys, wij gaan er vandoor. Doei. Doei. Dankjewel. Joe. We kijken van deze vlog. Is hij meteen afgelopen nu, Jan? Later. Moeten we nu ook acteren alsof we kunstbende weer gewonnen hebben? Weer. Jongens, dit is echt bijna een week later, zeg maar. Moeten we zeg maar acteren alsof we kunstbende gewonnen hebben? Sinds het een week later is? Nee. Oh my god, jongens. We hebben fucking... Pepijn, 1.5 uur geleden hebben wij kunstbende gewonnen. Ik heb dit trofee in mijn fucking binnenzak. Kijk. Daar komt hij. Oh nee, moet ik hem weer in editen? Nee. Ik heb dit trofee in mijn binnenzak. Riel. Ben je Riel, serieus? Riel, ik ben serieus. Jij bent de trofee. Ik kan mezelf zien in het glas. Wacht. Ja, moet je iets naar beneden? Komt wel iets als ik zo langs. Ja, nee, stop met bewegen. Ja. Anyways, ik wil hier een dansende SpongeBob. Nee, maar die had je al. Doei. Nee, maar de vorige keer was ook al zo. Oh, oké, doei. Nee. Oké, ik zal nu echt een outro doen. Like, subscribe. Hey, kijkers van Joël Hollander. Ik heb maar één ding te zeggen. En dat is... Oei. Nee, dat is wel leuk.
Hey, weet je waar wij weer al zijn? Het is 2 weken later. Quit pen. Die was wel snel genoeg. Ja, die was al zo. Goed. De Konami code. Nee, we zijn weer te gek. Het is 2 weken later. Ja? We hebben Kunstbende nog steeds gewonnen. En de vlog is nog steeds niet af. Oké. Okay. Moet jij nog wat zeggen? Dit is nog steeds niet het einde van de video, nou. Wat? Zeg maar, wat moet ik zeggen? Ja? Ik zeg het, heb ik weer. Ja, oké, jongens. Dit is echt de laatste outro. Ik heb echt geen zin meer in. Ik ben echt al een maand bezig, zo voelt het. Dus, dit is echt de laatste keer. Nu echt vol energie. Enthousiasme afsluiten. Mee? Mijn ogen bestaan. Oké, dan niet.